Views. Views. Morgen! Salam alaikum mensen en welkom bij een nieuwe video. Het heeft lang geduurd, maar er is eindelijk weer een video. Mijn laatste video was ook weer zo'n video van: hey, luister dan, ik ga weer beginnen met video's maken en er komen weer vlogs en al die dingen en bla 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 met de pad. Dat soort video, zo'n video was het. Maar vandaag, nu, officieel, ik dacht, ik kies ook een mooi momentje uit om dit op te nemen. En ja mensen, we gaan weer knallen met video's. Los van dat, even stoppen. Jullie hebben natuurlijk op mijn Instagram voorbij zien komen dat ik getrouwd ben. Op 10 november 2018 is dat gebeurd geweest. Het is vandaag 10 december 2018. We zijn dus een maandje verder. Hier, wacht even. We zijn dus een maandje verder. En jullie hebben superveel liefde geshowt. Ik moet een soort van hart voorstellen, maar dat is het niet. En sowieso bedankt voor alle felicitaties die ik heb gekregen. Alle mooie dua's die ik heb gekregen. Alle mooie berichten die jullie aan mij hebben gestuurd. En ook naar mijn familie en iedereen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Applaus voor jezelf. Dank jullie. Ik wil ook iedereen bedanken die is geweest op de bruiloft, die is langsgekomen. Dank jullie wel naar jullie allemaal. Dikke SO naar jullie allemaal. Ik moet even een paar hele speciale shoutouts opnemen. Dat is eigenlijk ook, deze video is ook soort van daarvoor bedoeld. Omdat ik gewoon mensen wil bedanken. Kijk, in het proces naar een bruiloft toe, daar komt heel veel bij kijken. Weet je, heel veel dingen moet je regelen. En dan is het altijd super fijn als je dat kan doen met mensen die daar ervaring mee hebben. Die daar ook heel goed in zijn, die heel aardig zijn. Laat ik beginnen bij het begin. Catering en Manny Catering. Mensen, als ik wat zeg tegen jou van luister dan, dit moet je doen, neem dat van mij aan. Heel veel mensen, je weet toch, ik zeg het heel vaak in video's, neem het van mij aan. Beste catering die ik heb gehad, en Manny Catering. Ik heb heerlijk gegeten, top kwaliteit, top service. Ook op dat moment, zodra ik binnenkwam, was het even van luister dan, wat heb je nodig, dit en dat, alles is geregeld, eten was perfect. Ook een dingetje altijd meestal bij Marokkanen is en zo, dat eten altijd te laat komt. Dat was bij deze catering niet het geval. Netjes op tijd. Ik heb genoten van het eten. Echt waar. En ik heb ook gevraagd aan de mensen. Want heel vaak, zelfs wanneer bijvoorbeeld eten is goed, heel vaak mensen houden van klagen. Mensen zeggen van ja, eten was droog of er was niks aan, het duurde te lang en al die dingen. Ik heb echt mensen, zonder geintjes, gezocht naar minpuntjes van oké, dit is fout, dit is fout, dit is fout. Niks. Helemaal nada, niente, niks. Mocht je gaan trouwen of mocht je een gelegenheid hebben, verloving, hennafeestje, verjaardagsfeest, het maakt niet uit. Beste cateraar en Manny Catering. Dank jullie wel voor jullie topservice. Barakallafik, dank jullie wel. Het was geweldig. Volgende personen die shout-out krijgen, dat zijn de mensen die de decoratie voor een gedeelte hebben gedaan. En dan praat ik over Mimi Events. Trouwens, alle namen die ik opnoem, ik zal die ook linken in de beschrijving. Dan kan je hun checken, kan je hun benaderen. Zij hebben de zaal omgetoverd. Zij hebben een mooie wedding stage gemaakt. Zij hebben letterlijk gewoon echt topwerk en het zijn topmensen en het zijn mooie mensen. Kijk, vaak wanneer jij bijvoorbeeld iets moois krijgt, dus zij doen goed hun werk, heel vaak zijn de mensen dan die dat werk doen, zijn misschien een beetje moeilijk, weet je wel, een beetje moeilijk, misschien streng en niet altijd even open en sociaal. Dit zijn zulke mensen. Mensen naar mijn hart. Ze hebben ook de henna feest gedaan van mijn vrouw, hebben ze ook gedaan. Ze hebben echt topwerk geleverd. Echt, ik kan niet in woorden omschrijven, zo moeilijk vind ik het om te vertellen hoe goed zij zijn. Zij zijn geweldig. Als jij iets wilt decoreren of jij wilt iets mooi maken in een zaal of wat dan ook, of jij wilt in ieder geval dat jouw bruiloft er super mooi uitziet, die mensen moet je hebben. Die mensen moet je echt hebben. Voor de bloemen- en tafeldecoratie, Mea Floral, ook geweldig, topwerk geleverd. Zonder enige stress of wat dan ook. Bij een bruiloft komt heel veel stress bij kijken. Heel veel mensen die zullen het afvragen van: hey Joost, heb jij stress gehad? Ik heb die dag geen stress gehad. Nada, niente. Waarom? Omdat alles gewoon alles was in de puntjes toe, was dat gewoon geregeld. Alles was gewoon super tof. En ook een dikke shout-out naar hun, de gastvrouw. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor Leila gastvrouw. Het was echt
top. Iman, jij bent een topper. Jij hebt echt topwerk geleverd. Zij is zeg maar degene, een gastvrouw, zeg maar iemand die al die dingen voor jou regelt. Dus stel je voor, je wilt, weet ik veel, rook op het moment dat je de trap op gaat lopen. Dan gaat zij naar diegene toe en zegt van, hé, zij willen rook op het moment dat zij naar beneden lopen op de trap. Ik noem maar even een voorbeeld. Zij is de persoon die die dag zeg maar alles in de juiste banen leidt. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben topwerk geleverd. Echt waar. Zij hebben echt topwerk geleverd. Dus zoek je een gastvrouw voor jouw bruiloft of wat dan ook. Leila gastvrouw. Dikke respect ook naar haar. Ze hebben echt zo goed werk verricht. Echt niet normaal. Ik dacht altijd bij mezelf van ja, een gastvrouw, waar is dat voor nodig? Jij gaat het nodig hebben. Je gaat het echt nodig hebben. Bij hun ook hetzelfde verhaal. Top mensen. Alles staat in de beschrijving. En geloof me, het is echt gewoon perfioso, perfioso. Onze bruiloftstaart was geregeld door Couture Cake. Zijn we dat echt? Zijn we... Dus dat is een taart waar je u tegen zegt. Gewoon als je die taart tegenkomt op straat, dan loop je naar die en zeg je... Hoe gaat het met je? U dan? Zo! Dat is nog eens een taart. Echt, zij hebben dat ook voor ons geregeld. Dus ook een dikke shout-out naar hun. Als je een taart zoekt voor wat dan ook, connect hun. Nog een leuk dingetje wat ook op de bruiloft was. Wij hadden zeg maar een mooie spiegel. Waar je zeg maar foto's in kon maken in die spiegel. En eerst dacht ik bij mezelf van... wat is dat, een spiegel? Wat is dat voor een soort van kermisattractie gebeuren? En ik denk bij mezelf van... wat hebben we hier nou aan? Wij doen hier een serieuze bruiloft. Hé, die spiegel was de hoofdattractie zeg maar gewoon. Iedereen ging naar die spiegel toe om foto's zeg maar te maken. Zo'n magische spiegel, jij drukt op die spiegel en dan wordt er een foto van jou gemaakt in goede kwaliteit. En die wordt dan ook zo uitgeprint. Dan krijg je hem zo mee in een echte soort van ouderwetse foto dingetje. En we hebben ook een USB met daarop alle foto's en al die dingen gekregen. Dus ook super tof. Ik zal dat ook linken in de beschrijving. Mocht je zo'n spiegel willen hebben voor je bruiloft. Bij de vrouwen hebben we dat gedaan. Mijn bruiloft was trouwens gescheiden. Mochten mensen in bepaalde groepen denken bij zichzelf dat ik een gemengde bruiloft. Het is geen gemengde bruiloft. Alleen het is zo dat aan het einde van de bruiloft is het dus zeg maar zo dat familie van mijn vrouw de kant, die komt dan zeg maar wanneer zeg maar de zaal, je weet toch, vrienden en kennissen, die gaan dan meestal weg. En dan blijft alleen nog familie over. Dus de twee families, die waren bij elkaar aan het einde van de avond. Voor de rest was mijn bruiloft was gewoon gescheiden. Het was gezellig. Het was top. Iedereen had het naar zijn zin. Niemand heeft geklaagd. Het was echt tot aan de puntjes toe was het goed geregeld. Ik heb alle shoutouts gegeven in mijn leven die ik maar kan geven wat betreft de bruiloft. Het was geweldig. Het is mijn mooiste dag die ik tot nu toe ooit heb meegemaakt in mijn leven. Voor de mensen die zich afvragen van ga je daarvan iets laten zien? Ja. Ik wacht daar nog op, dus ik moet die nog ontvangen. Een soort van trailer ga ik laten zien van een soort van sfeerimpressie van hoe mijn bruiloft eruit zag. Je zal geen... het enige die je echt gaat zien, dat ben ik. Je weet toch, mijn vrouw komt niet op beeld. Dat wil ik trouwens stellen voor de mensen die denken dat ik mijn vrouw onderdruk. Mijn vrouw! Ja? Onderdruk ik jou? Ja! Goed zo. Maar nee, echt. En het getrouwde leven, heel veel mensen die komen naar me toe, die feliciteren me, die zeggen tegen mij van... Ewa, hoe bevalt het getrouwde leven nu? Je weet toch, nu is alles super serieus en moet je echt, je weet toch... Je kan geen geintjes maken en die dingen, je moet echt... Als je getrouwd bent mensen, dan vanaf dat moment is het gewoon klaar. Jij moet gewoon nu elke dag 9 tot 5 strijden. Je moet serieus zijn. Je kan geen grapjes meer maken, want die tijd is geweest. Je bent geen kind meer, je bent nu volwassen, je bent nu serieus. En... ik zie je later! Mensen, er is niet veel veranderd. Nog steeds dezelfde user staat hier voor de camera. En die gaat ook hier voor de camera blijven. Ik leef ergens anders. Ik woon niet meer bij mijn moeder en bij mijn broertjes. Ik zie ze nog wel, elke week regelmatig. Ze wonen letterlijk 5 minuten van mij vandaan. Alles is nog steeds hier in de buurt. Dezelfde mensen nog steeds in mijn omgeving. En ik hoop dat nog steeds dezelfde mensen kijken. En geloof mij, video's gaan komen. De Mehmet op pad zijn niet gestopt. Dus je weet toch, ik heb me wel gehouden aan mijn woord wat dat betreft. Die komen eraan. Elke week sketches komen weer eraan. En vlogs. Die gaan ook weer eraan komen. Vanaf het moment wanneer deze video online is, dan gaan we weer... gaan we weer die snelheid erbij gooien. En ja, dat is eigenlijk het enige voor nu. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, liken. Vergeet niet om dingen te vergeten. Ik zie jullie weer tot de volgende keer. Later! Dat is natuurlijk een geintje. Ik bedoel dat niet... Ik kan wel, maar het gaat pijn. Dus.
Ciao!